Hartelijk welkom bij de Computer ID podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Rens en Mark, welkom. Dankjewel. Ja, Rens, ja, je had iets over Nvidia, die zou ARM overnemen, maar... Ja, dat is dus niet gebeurd. De overnamepoging is gestaakt. Oh. Ja, groot nieuws, dat wel, want het was een enorme overname. Er zou ongeveer $40 miljard mee gepaard zijn. Dat is natuurlijk ook in de techwereld een heel groot bedrag. Het gaat ook echt om een heel groot bedrijf. Nvidia is een hele grote chipmaker. Ja, maakt chips voor heel veel soorten apparaten, van datacenters tot gewoon kleinere apparaten, ook tot auto's. En ARM is ook gewoon een hele belangrijke partij als chipontwerper. En ja, toezichthouders die waren eigenlijk vanaf het begin van het plan in 2020 al heel kritisch op dat overname-idee. Omdat ze zeiden, ja, hè, als jullie samen gaan, dan krijgen jullie waarschijnlijk zoveel macht dat andere partijen daar nadeel van gaan ondervinden. Nou, die partijen, die concurrenten, die spraken dat zelf eigenlijk ook al uit. En ja, SoftBank, dus dan de eigenaar van ARM, die had op een gegeven moment eigenlijk al wel door dat het niet zou gaan lukken. Omdat toezichthouders in onder meer Europa, de Verenigde Staten, China... Engeland, noem het maar op. Eigenlijk leek iedereen wel tegen die overname. Ze hadden weinig vrienden. Heel weinig vrienden meer, ja. Maar het lijkt erop dat SoftBank ARM naar de beurs wil brengen. In de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk. Om dan dus gewoon eigenlijk van dat bedrijf af te komen en daar weer geld aan te verdienen. Maar op korte termijn ga je er als consument niet heel veel van merken, denk ik. Nee, absoluut niet. Het wordt even de vraag natuurlijk wat er met het straks beursgenoteerde ARM gaat gebeuren. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat een ander bedrijf ARM nu wil gaan overnemen. Als je ziet hoe kritisch al die toezichthouders vanuit allerlei landen waren. Ik kan me niet helemaal voorstellen dat er nu nog een partij is die zegt... wij willen graag tientallen miljarden dollars of euro's neertellen voor dit bedrijf. Maar even voor de goede orde, dit bedrijf maakt dus chips. En nou, 10 tegen 1 dat je een product of meerdere producten hebt waar die chips in zitten. Ja, absoluut. Als jij... een willekeurig elektronica apparaat hebt, dan is de kans groot dat ARM daarbij betrokken was. Je moet zo zien, onder andere Apple maakt gebruik van ARM-chips, Qualcomm maakt gebruik van ARM-chips, Samsung maakt gebruik van ARM-chips. Ja, bijna de hele industrie leunt deels op dat bedrijf. Heb je een telefoon, dan zit je waarschijnlijk, dan heb je een ARM-chip. Ja, zo dat kan groot. Ja, en ook in een groeiend aantal laptops of tablets of... ja, wearables ook. Heel veel apparaten maken gebruik van ARM-technologie. Mark, jij hebt een paar tips voor Edge, de browser van Microsoft. Nou ja, ik zag in de komende computer-idee waar ik alvast natuurlijk een blikje op kon werpen, een leuk artikel inderdaad over Microsoft Edge. De meeste mensen die Windows 10 gebruiken, die hebben natuurlijk al Microsoft Edge en Windows 11 sowieso is die prominent aanwezig. Maar je kunt er heel veel meer mee doen dan ik dacht. Het is echt uitgebreid met allerlei add-ons. Je kunt er zelf add-ons installeren, want het is eigenlijk natuurlijk gewoon gebaseerd op bestaande browser. Het is in feite gewoon een Chrome browser met een ander jasje eromheen. En daar kun je dus ook andere uitbreidingen voor installeren. En allerlei verschillende leesfuncties. En hij is ontzettend uitgebreid, meer dan ik altijd dacht. Dus ik denk dat als je daar even goed naar kijkt, dan kun je er echt veel meer mee dan je denkt. Ja, precies. Ik gebruikte hem zelden, maar sinds ze inderdaad die extensie voor Chrome gebruiken, kun je er ook echt wat mee. Dus een heel ander verhaal dan Internet Explorer bijvoorbeeld. Zeker, ja. Nou, daar willen ze ook echt niks meer van weten. Hè, nou, die wordt ook heel langzaam weggefaseerd uit Windows 10 en Windows 11 ook. Daar kun je nog wel starten, maar volgens mij krijg je dan meteen een melding van stap nu over naar Edge, elke keer als je dat doet. Dus Edge is toch echt wel de voorkeurbrowser geworden onder Windows 11. Is het ook jouw voorkeurbrowser inmiddels? Nee. Okay. Ik ben nog van Chrome, maar ik gebruik hem af en toe om dingen te testen. Dus ik moet af en toe wel van browsers wisselen. Maar ik zit nog steeds, is Chrome mijn hoofdbrowser op dit moment. Oké, maar de concurrentie van Edge. Als dat inderdaad qua uitbreidingen niet meer uitmaakt straks, dan heeft Chrome er een flinke concurrent bij. Ik denk het wel, we gaan het zien. Rens, je hebt ook nog iets over nieuwe Nokia smartphones. Nieuwe Nokia telefoons, absoluut. Twee stuks om precies te zijn. Die... laat wel even op zich wachten in het geval van de Nokia G11. Die komt pas in april uit. Dat toestel wordt wel lekker betaalbaar, €149. Nou, als je daar niet op wil wachten, dan kun je iets meer uitgeven aan de Nokia G21. Die kost €199, die is eigenlijk per direct nu te koop. En beide toestellen lijken wel veel op elkaar. Ze hebben bijvoorbeeld dezelfde processor, ze hebben dezelfde accu, ze hebben hetzelfde scherm. 6,5 inch groot, dus moeilijk met één hand te bedienen. Dat is wel een aandachtspunt.
En wat je ziet is dat de telefoons op Android 11 draaien. Dat is eigenlijk wel een oudere versie. Namelijk uit, moet ik goed zeggen, 2020. Want we zitten nu alweer in 2022. En HMD Global, dat is dus het bedrijf dat de Nokia naam mag gebruiken via die licentie. Die belooft updates naar Android 12 en Android 13. Dat is op zich prima. Al kun je ook nog stellen dat Android 12 standaard al geïnstalleerd had moeten zijn. Want die software is eigenlijk al maanden beschikbaar. En HMD Global belooft ook 3 jaar beveiligingsupdates. Dus dat betekent dat deze telefoons 3 jaar lang updates krijgen die het toestel veilig houden, ook voor jouw apps. En ja, dat is voor een toestel van 150 of 200 euro natuurlijk een prima periode. Al zijn er altijd mensen die zeggen het moet langer. In deze prijsklasse is het gebruikelijk en de specificaties zijn verder niet heel bijzonder. Maar ja, dat kun je gezien de prijs ook niet verwachten. Dus nogmaals, de Nokia G21 per directe koop 200 euro en de Nokia G11... die komt in april uit voor 150 euro. Krijg je daarmee waar voor je geld? Of is het inderdaad wel echt minimaal? Moeilijk te zeggen, want ik heb ze natuurlijk nog niet in mijn handen gehad. Maar op basis van wat je online ziet qua specificaties, doen de specificaties wel veel denken aan de concurrentie. Dus in dat opzicht niet per se bijzonder. Software, ja, op zich, HMD Global had jarenlang wel een pluspuntje met hun software. Dat ze altijd de nieuwste versie installeren van Android. En dat ze ook dus die 3 jaar beveiligingsupdates aanbieden. Maar ze zijn wat mij betreft een beetje afgegleden. Ook dat je dus ziet dat ze nu Android 11 nog gebruiken. En dan 2 jaar updates garanderen. Terwijl dat eigenlijk al de oudere versie nu gebruikt wordt. En die 3 jaar beveiligingsupdates is inmiddels ook niet meer top of the line. Samsung biedt 4 jaar updates voor zulke toestellen in dit prijssegment. Oppo doet dat ook, OnePlus die gaat ook al naar 4 jaar. Motorola is bij sommige toestellen ook overgestapt naar 3 jaar. Dus je ziet dat de hele industrie vooruit gaat, terwijl HMD Global of op hetzelfde niveau blijft, of wat mij betreft zelfs een beetje afgeleid. Dus ja, het lijken goede toestellen, maar ik zie zelf nog niet per se een reden om deze nu te gaan verkiezen boven die van een ander merk. Nee, loft wat ze hebben gedaan. En na deze kritische review van Rens, of in ieder geval is het niet een review, maar beoordeling, is het misschien niet aantrekkelijker geworden. Nee. Ik wil even door met een volgende onderwerp uit het blad wat er aankomt in Computer ID 7. Is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte in Excel. Ah, daar is hij weer. We hebben hem vorige keer al aangekondigd en hij komt er nu inderdaad aan. Een lezer vroeg mij wat nou precies de reden was voor die Excel-aangifte. Want het aangifteprogramma is heel uitgebreid en een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Je kunt daar onder andere ook de posten in verdelen. Een van de unieke dingen in de Excel-sheet vroeger. Dat kan nog steeds. En de auteur meldt daarover zelf dat het in het aangifteprogramma veel omslachtiger gaat. In dit Excel-bestand is er 1 knop. Als je fiscaal partners bent, want daar gaat het over, kun je met 1 knop zeggen verdeel optimaal. En dan heb je bepaalde posten die daarvoor in aanmerking komen, meteen optimaal verdeeld. Nou, als je die vervolgens overneemt in je aangifte, dan weet je zeker dat je niet te veel betaalt. Dus met deze aangifte in Excel ga je gewoon echt veel makkelijker besparen op je aangifte. Dus dat, dat heeft wel meer waarde. Dus altijd mooi meegenomen. Ja, ik ben benieuwd. Hij komt eraan en hou Computer ID 7 daarvoor goed in de gaten. Rens, je had nog iets over een grote, ik heb het zelf ook weer gekregen, een massaclaim tegen Apple en Google. Zat Alexander Klupping daar nou achter? Ja. Wat was er aan de hand? Ja, Alexander Klupping, wie kent hem niet? Eerst van De Wereld Draait Door natuurlijk en daarna van Blendl, daar is hij nu vertrokken. En wat heel interessant is dat hij het gezicht is van een nieuwe stichting. Die stichting heet App Store Claims. Dat is een Nederlandse stichting en die wil 1 miljard euro gaan vorderen van Apple en Google. En waarom willen ze dat? Omdat zij vinden dat de commissie die Apple en Google rekenen via hun appwinkels, de App Store en de Google Play Store, zij vinden dat die commissie te hoog is. En zij vinden dat Nederlanders gedupeerd zijn, omdat zij verplichten die commissie betalen van 30%. En er is geen alternatief voor. Nou, zie je dat er in Europa wel veel overheidsdruk komt op die partijen of ze misschien die commissie moeten gaan verlagen. In Nederland gebeurt dat nu ook deels. Het gaat iets te ver om dat nu te gaan voeren. Maar in ieder geval, die stichting die bereidt dus rechtszaken voor om Apple en Google te dwingen. Om dus met een flinke zak geld over de brug te komen. Voor wie is dat geld dan bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die zich kosteloos zou aanmelden via die collectieve actie. Kost dus niks nogmaals. En het is no cure, no pay. Wat dus inhoudt dat als de stichting App Store Claims succes boekt, dan deel jij mee. En
lukt het niet om welke reden dan ook, dan kost het jou niets en verlies je er ook niks mee. En hoe groot schat je in is die kans? Oeh, nou dat durf ik niet te zeggen. Dat is een hele lastige vraag. Is het zo dat Google en Apple allebei evenveel commissie vragen? Of hebben ze allebei verschillende? Ja, die commissies lopen wel wat uiteen. Dat hangt er ook weer vanaf of jij een grote of kleine appontwikkelaar bent. En bijvoorbeeld nu, dat hangt bijvoorbeeld een miljoen euro omzet. En dan daarna is er weer een ander commissietarief. En wat je ook in Nederland nu ziet is dat de autoriteit Consumenten en Markt die heeft onlangs besloten dat Apple andere betaalmethodes moet gaan toestaan voor dating apps, maar weer alleen in Nederland. Oh ja, ja. En Apple die was het daar niet mee eens en Apple krijgt nu 5 miljoen euro boete per week. Dat is nu al 20 miljoen euro op het moment dat wij dit opnemen. daar spelen heel veel belangen in en heel veel geld gaat daar natuurlijk in om. Apple en Google verdienen elk jaar echt miljarden euro's via die 30% commissie. En dan moet je denken aan mensen die betalen voor Tinder Plus bijvoorbeeld, de dating app. Maar ook mensen die geld uitgeven in een game, een Fortnite bijvoorbeeld. Of een abonnement afsluiten op een muziekstreamingsdienst vanuit zo'n app. Er gaat superveel geld in om en daarom is het ook wel heel interessant om te kijken. Ja, gaat zo'n stichting, gaat zo'n claim nou daadwerkelijk succes behalen? Ja, en als we dat al doen, dan heb je niet volgende week dat op je bankrekening staat. Absoluut niet. Nee. Dus, dit is iets van mijn lange adem. Dus voor mensen die zich te veel verheugen. Ja. Mark, je had nog meer browser tips. Ja, het houdt niet op met de browsers deze keer. Dit keer gaat het over profielen in browsers. Bijna iedereen gebruikt wel eens meerdere profielen. Want je hebt bijvoorbeeld mensen die hebben voor hun werk andere favorieten dan voor je favorieten thuis. Of je moet op bepaalde diensten inloggen. Met verschillende browsers kun je dus ook gewoon verschillende gebruikersaccounts aanmaken. Net als voor je Windows-computer kun je daar op inloggen en dan heb je een andere omgeving. En dat geldt ook voor je browser. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van ik log op die browser altijd via mijn Google-account in. En op de andere browser via mijn werkaccount. En dan heb je op allebei de verschillende onderdelen je eigen favorieten en instellingen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel handig voor mensen die veel met allerlei verschillende browsers en tabbladen en dat soort dingen werken. Ja, ja. Nou, klinkt handig en ga ik dus naar kijken. Dus ook in nummer 7. Ja, nou, het is een prachtig nummer nu al. En Rens, nou ja, het grote moment is aangekomen. Ja, mag ik even tromp erop hoor. Ja, je moet het nog even met de hand doen, bij gebrek aan Jim. Ja, absoluut. Nou, voordat de mensen afhaken, want ze denken, wat is dit? Wij hebben een smartphone, die is net aangekondigd op het moment dat wij dit opnemen. Dat is de Realme 9 Pro. En die mogen we weggeven. Helemaal gesield in een plastic doosje nog. Kijk. Mogen wij die van Belsimpel weggeven aan een van de luisteraars van deze podcast. En je hoeft daar eigenlijk helemaal niks voor te doen, behalve een mailtje sturen naar podcast@computeridee.nl. En wat je daarbij nog kan vermelden is, welk onderwerp zie jij graag wat wij volgende keer gaan bespreken? Waar moeten we het van jou eens over gaan hebben? Dat horen we heel graag. Nou ja, en dan maak je dus gewoon kans op deze smartphone, de Realme 9 Pro, net aangekondigd. Adviesprijs €349. Dus is een hele mooie prijs met dank aan Belsimpel. Ja. Ja, en vergeet niet bij het inzenden ook je naam en adresgegevens. Je bent me net, voor, Mark. Ik was je net voor, sorry. Ja, nee, inderdaad, dat is handig voor het opsturen. Hè? Want om als attachment bij die mail te zenden, dat is ook weer zo wat. Nou, dat dus. Ja. Ja, nou, leuk. Kijk eens even. Het wordt nog eens wat met die podcast. Ja. Ik heb ook weer even gekeken of er nog iets leuks in het blad aankomt. En zoals in de vorige podcast aangegeven of aangekondigd, gaan we het hebben over Delver. Delver is een programma wat wordt uitgebracht of wordt gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En daarmee kun je meer dan 130 miljoen gedigitaliseerde pagina's uit historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften doorzoeken. Dus dat is een schatkamer. En het is materiaal uit de 17e tot en met de 20e eeuw. Dus het gaat echt over 3 eeuwen. In het artikel in ComputerIDEE komt de coördinator van Delver binnen de Koninklijke Bibliotheek aan het woord. En die geeft daar interessante voorbeelden. Bijvoorbeeld de krant van je geboortedag opzoeken. Leuk. Ja, dat is altijd grappig. Of een oud kinderboek, je lievelingsboek van vroeger. Een grote kans dat het daar ook in staat. Of ontdek dat je beroemde familieleden hebt in vroeger eeuwen. Dus het is een greep uit de mogelijkheden die je allemaal met Delver kunt doen. Dus, Ben benieuwd. Ja, anders ik wel.
Rens, je hebt ook nog een review gedaan van een HP-laptop. En je noemt hem zelf niet al te goedkoop. Nee, ja, maar ja, wat is goedkoop? Hij is in ieder geval duur, vind ik. Hè? De adviesprijs bijna €1900. Dat is natuurlijk voor een laptop serieus geld. Daar kun je heel veel leuke dingen van doen. Waaronder dus deze laptop kopen, de HP Elite Folio, gevolgd door een moeilijke modelnaam die ik je zou besparen. Het is een interessant apparaat. Het is een convertible, oftewel een tablet met een meegeleverd toetsenbord, wat je dus gewoon aan het apparaat vastklikt. En de afwerking van het apparaat is bijzonder, want het is kunstleer. Dus het is geen metaal, maar kunstleer. Daardoor is het apparaat best wel licht. Voelt het ook wel interessant aan. Maar ja, voegt het echt iets toe? Dat eigenlijk verder niet. Hè? Dus behalve de misschien iets lichtere buizing merk je het niet. Het apparaat weegt trouwens 1,32 kilo, oftewel 1300 gram. Dat is niet veel. Nee, dat is niet veel. Het is op zich ook wel een compact apparaat. Dat zie je ook wel terug. Het scherm is 13,3 inch. Heeft gewoon een Full HD resolutie. Ziet er goed uit. Wat mij opviel is dat het toetsenbord heel erg lekker typt. Het is echt voor een convertible bovengemiddeld. Dus dat was ik wel erg blij mee. Waar ik minder blij mee was de processor die in het apparaat zit. Dat is niet eentje van AMD of Intel. Het is er eentje van Qualcomm. Snapdragon 8CX Gen 2. Klinkt heel erg spannend. Betekent in de praktijk dat je een beetje beperkingen hebt. Het betekent bijvoorbeeld dat je geen 64-bit 86 programma's kan gebruiken. Alleen de 32-bit versies. En ja, die zijn er nog niet allemaal van alle programma's die je misschien gebruikt op je laptop. En dat betekent in de praktijk dus wel eens dat je gewoon er tegenaan loopt dat je een programma niet goed kan gebruiken. En dat is toch wel weer heel erg raar als je een laptop van €1900 in je handen hebt. Dat verwacht je niet inderdaad. Nee. Nou, het lijkt alsof ze al dat geld hebben besteed aan het uiterlijk en niet aan de hardware. Ja, het is wel de combinatie van misschien. Want wat je wel ziet is dat die HP Elite Folio heel erg lang meegaat op een accuduur. Echt wel 15 uur bij kantoor gebruikt. Dus dat is voor een... Met een trage processor vind ik dat niet zo bijzonder. Nou ja, dat, voor een Windows laptop is dat natuurlijk wel een fijne accuduur. Maar inderdaad, als de processor wat minder is, dan uit het zich vaak wel in een langere accuduur. Maar hij draait wel gewoon Windows. Ja, hij draait wel gewoon Windows. Ik ben er niet heel erg enthousiast over als productiviteitslaptop. Juist omdat dus bepaalde programma's niet goed werken. En ik vind hem ook gewoon heel erg duur voor wat je ziet. Dat de prestaties in zijn algemeen ook niet heel denderend zijn. Een Apple laptop, een MacBook Air bijvoorbeeld, die is €800 goedkoper. Maar die is op alle vlakken wel veel sneller bijvoorbeeld. En dan voelt dit apparaat met zijn hoge prijs toch een beetje aan als iets wat er heel mooi uitziet. Heel erg lekker toetsenbord ook heeft. Stil, heeft geen ventilator, zeg maar. Maar ja, is het nou €1900 waard? Ik vraag het mij af. Ik denk er zelf nog even over na. Ja, ik sluit hem af met apparaat in identiteitscrisis. Ik kom erop terug. Ja, we komen erop terug. Nou, en we sluiten ook de podcast ongeveer af met een aankondiging van... Nou, laat ik het houden op twee onderwerpen die we volgende keer in ieder geval aan bod laten komen. Bijvoorbeeld een laptop als desktop gebruiken. Nu half Nederland afwisselend thuis en op kantoor werkt, is zo'n draagbaar apparaat natuurlijk geen overbodige luxe meer. Nee. En tegelijkertijd, je had het er net al over, je doet liever geen concessies aan de prestatie. Hè, de productiviteit staat toch voorop. Dus een item over hoe je je laptop als volwaardig pc kunt inzetten. En tot slot 15 verrassende toepassingen voor USB-sticks. Hoewel cloud opslag aan terrein wint, zijn die USB-sticks nog steeds niet weg. En je kunt er ook andere dingen mee dan alleen maar bestanden op zetten. En het is een auteur gelukt om er 15 verrassende tips over te verzamelen. Nou, die gaan we de volgende keer eens bespreken. Niet allemaal, maar wel een paar. Dus staan er ook tips in hoe je ze weer terugvindt als je ze kwijt bent geraakt? Want ik raak ze constant kwijt. Misschien is die er wel bij. Ja. Dus het zou leuk zijn als dat soort verrassende invalshoeken daarvan deel uitmaakt. We gaan het allemaal horen volgende week. Dus graag tot de volgende podcast. En dat is over een week. Bedankt voor het luisteren. Hartstikke leuk. Dank jullie wel.